Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal of welkom terug. Leuk dat je kijkt. Vandaag heb ik een relaxte ochtend. Gewoon lekker koffie aan het drinken. En ik dacht, ik heb laatst weer opgeruimd. En toen dacht ik, misschien is het wel eens interessant om terug te komen op make-upjes die ik de laatste tijd getest heb. En wat ik er nou van vind. Hè? Want sommige dingen vind je toch niet zo fijn als je ze achteraf nog een paar keer gebruikt. Andere dingen vond je misschien niet zo fijn en die blijken toch fijn te zijn. Andere dingen waren misschien wel fijn, maar heb ik toch besloten om weg te gaan geven. En waarom dan? Dus ik was aan het opruimen en ik dacht, laat ik dat eens met jullie gaan doen. En er zijn ook een aantal items die heb ik alleen op YouTube Shorts en op TikTok gedaan. Dus die heb je misschien in video's nog helemaal niet voorbij zien komen. Dat is ook wel leuk om daarover te vertellen. Dus ik dacht, laat ik eens een soort terugblik doen. Zodat jullie meer dan de eerste indruk van die make-upjes weten. Ja, dat wilde ik eigenlijk met jullie gaan doen. En dat kan dus positief zijn, kan negatief zijn. Ja, dat. Ik heb hier een heel mandje verzameld. En ik ga het gewoon in totaal random volgorde doornemen. Dingen die ik wel goed vind, dingen die ik niet goed vind. Dingen die ik weg ga geven. Ook al vind ik het goed en waarom. Ik ga gewoon totaal random er doorheen. Gewoon door het mandje. Allereerst deze Pistachio Infusion. De enige parfum die erbij zit van de Zara. Die had ik in mijn shoppen video zitten. Maar die vond ik toen heel heftig. Omdat er heel veel tonkaboon in zit. Ik heb hem nu één keer gedragen. En heel eerlijk, het blijft zo. Ik vind hem gewoon... ja, muffig, zwaar, niet lekker. Dus ik ga deze gewoon weggeven, want die gaat hem niet worden. Die ga ik gewoon niet met plezier dragen. Ook niet na langer opdoen dat hij beter wordt of zo. Nee, hij is gewoon heel zwaar, heel tonkabonig, heel muffig. Nee. Dan het Glam Like This Smoky Gold Eyeshadow Palet van de Kruidvat. Was op zich niet slecht, hè? Het was 6 euro paletje. Ik had er een leuke look uit. Je kan er wel echt maar één variant van maken, namelijk een heel erg gouden look. En met dit paletje is niks mis. Voor 6 euro is het precies wat je mag verwachten. Ik had wel wat moeite met de matte kleuren. Want die, of ja, niet eigenlijk, dit zijn maar twee matte kleuren. Maar ik had wel wat moeite met de bruine kleur en dan de donkere kleur. Want die donkere kleur die blendde echt helemaal weg. En dat vond ik heel erg jammer. Maar de shimmers waren super goed. Maar ik heb toch besloten om het niet te houden. Want ik heb al best wel veel van dit soort kleuren in mijn collectie. Maar dan van betere kwaliteit. Bijvoorbeeld van Anastasia Beverly Hills of... Melt Cosmetics. En deze is dan eigenlijk net niet goed genoeg. Omdat dus die kleuren niet helemaal performen. Dus het is niet dat dit slecht is. Maar ik ga hem ook niet houden. Ik heb wel veel dingen uit de Vibra video trouwens. Als eerst dit Ready Set Sculpt paletje. Ik had het toen geprobeerd. En op zich de contourpoeder was prima. Niks mis mee. Maar deze highlighter was echt super grijs. Ja, ik heb hem nu op mijn ogen nog een keer geprobeerd om te kijken of ik het een fijne oogschaduw vond. Maar heel eerlijk, ja, nee, ik ga hier niet zoveel mee doen, dus ik ga die weggeven. Dit is wel een goede oogschaduwkleur, vind ik dus, omdat die zo cool toned is. Ja, ik heb gewoon betere dingen in mijn collectie. Ik zou deze ook niet meer per se aanraden om te kopen. Het is oké, echt als je een contourkleur zoekt, is dat echt prima hoor. Maar je moet echt niks verwachten van die highlighter, ook niet op je ogen. Het is gewoon underwhelming. Dus ik ga hem wegdoen. Dan iets waar ik wel nog steeds enthousiast over ben, dat is die Stay Matte poeder van Rimmel. Ik heb wel gemerkt, want ik heb hem aangebracht ook in de video met een puff, hè. Dan is hij super mooi, want dan egaliseert hij echt super erg je poriën en zo. Maar ik doe hem ook wel eens met een kwast en heel eerlijk, dan is hij een beetje... dan heb je maar echt een heel dun laagje en dan zie je eigenlijk niet zo goed dat je poeder hebt gebruikt. Dus ik vind hem met een puff echt een 10 en met een kwast ja, een 7. Dan is die... Je geeft gewoon niet zoveel dekking dan. Je moet wel echt goed naar de kleur kijken. Want deze 005 Silky Beige is toch ook een beetje aan de lichte kant al voor mij. Dus misschien dat ik hem ooit ook nog in een iets donkerdere kleur voor de zomer ga kopen. Ik denk dat deze in de winter wel heel goed is. Maar hij is echt vrij licht. Maar qua poeder is het echt heel goed. Alleen hij ruikt dus echt zo naar oma parfum. Dus als je gevoelig bent voor geuren, dan zou ik die niet nemen. Maar met een puff echt een fantastisch resultaat. Dan de Baby Got Glow van Essence. Daar was ik niet ontevreden over in mijn video. Nog steeds niet. Hij geeft echt een hele natuurlijke glow. Alleen, ja, natuurlijke glow zijn niet zo aan mij besteed. Dus ik ga hem toch wegdoen, want ik vind hem een beetje te natuurlijk. Daar heb ik mooiere poeders voor die dat kunnen doen. Daarvoor hoef ik deze niet te houden. Maar hij is niet slecht. Als je gewoon een basic liquid highlighter wil voor naar je werk en zo, dan is deze hartstikke goed. Alleen, ja...
ik wil altijd een beetje meer van mijn highlighter. Dus deze ga ik niet houden. Dan nog een highlighter-achtig product. Dat is de Skin Luminizer, ook van de Vibra. Die had ik in mijn video alleen in mijn hand geprobeerd. En die heb ik nu meegenomen op vakantie. En echt een aantal keer geprobeerd. En ik ga hem toch wegdoen, want ik vind het gewoon niks. Over je hele gezicht doet het niks. Het moet op de Glow Lotion van L'Oreal lijken. Maar heel eerlijk, over je hele gezicht doet het echt heel weinig. Als highlighter brengt hij heel mooi aan. Heel mooi natuurlijk, maar na een paar minuten dan denk je... Waar is die? Ik heb hem ook op mijn ogen geprobeerd als een soort verfraaier in plaats van oogschaduw. Maar heel eerlijk, hij doet eigenlijk gewoon niet zoveel. Hij trekt snel weg en je ziet het ook in de tube. Ik weet niet of je het goed gaat zien. Maar je ziet ook de glitters helemaal niet. En als je hem dan net uitsmeert, dan zie je de glittertjes wel. Maar heel snel is dat verdwenen en weg. En ja, eigenlijk is dit een heel erg underwhelming product dat niet zo heel veel doet. Dus die ga ik weggeven. Ja, die zou ik ook niet aanraden. Het is gewoon, je krijgt er heel weinig uit. Doet eigenlijk niet zoveel. Dan de Glow Lotion van L'Oreal. Die vond ik niet fijn in mijn video over je hele gezicht. Want dan vind ik dat hij eigenlijk niet genoeg doet. Maar ik gebruik hem toch heel veel. En daarom wil ik hem ook echt graag noemen. Want ik was er niet enthousiast over. Maar nu ben ik er toch enthousiast over. Want het is echt een goede cream highlighter. Ik gebruik hem altijd hier zo. Voor als ik naar mijn werk ga. Omdat het dus heel natuurlijk een mooie glow geeft. Dus ik gebruik deze echt als highlighter. Niet over mijn hele gezicht. Maar dan ja... Is hij echt heel mooi natuurlijk, blijft hij mooi zitten, geeft hij een mooie glans de hele tijd. En in die zin ben ik er dus wel enthousiast over. Ja, en daarom wil ik er nog een keer op terugkomen en zeggen, het is een fijn product, maar ik vind het niet een fijn product voor over je hele gezicht, maar echt voor highlight. Dan de Elf Lash & Roll Mascara. Daar was ik niet enthousiast over in mijn video. In principe ben ik daar nog steeds niet, want... Het is niet zo'n super goede mascara. Hij doet niet heel veel. Hij heeft wel een goede borstel. Hij heeft wel een goed borsteltje. Zo'n siliconen met gespreide, mooi gespreid kammetje. En daarom gebruik ik hem toch nog echt heel veel. Omdat ik hem gebruik als ik een gewone mascara opdoe. En het zit allemaal iets te dik. Dan gebruik ik deze. Om daarna nog even mijn wimpers uit te kammen. Dus nee, ik vind het geen fijne mascara. Ik zou hem ook niet opnieuw kopen. Maar ik gebruik hem als een soort van... corrector van andere mascara's. Omdat hij dus zo'n fijn kammetje heeft, kun je wel echt goed zo je wimpers doorborstelen. Als je wimpers aan elkaar geplakt zijn, dan gaan ze weer mooi uit elkaar. Dus in die zin gebruik ik hem eigenlijk best wel vaak. Alleen, het product zelf is eigenlijk niet zo goed. Dus ja, ik gebruik hem niet waarvoor die bedoeld is. Maar ik heb hem een ander gebruik gegeven. Dan wil ik op iets terugkomen uit mijn action video. En dat is deze poeder. Ik weet niet of jullie mijn shorts al hebben gezien. Waaraan ik hem gebruik. Het is een hele mooie glimmende peachy blush. En ik kwam er dus achter, als je de short hebt gezien, weet je dat, dat het eigenlijk bijna precies lijkt op Milani Luminoso. En als je mijn video hebt gezien, dan weet je dat ik dit een hele mooie, fijne blush vind. Eigenlijk, deze zijn best wel hetzelfde. En deze was maar een euro. En deze is wel duurder dan 10 euro in ieder geval. Het verschil met de Milani blush is wel, die Milani heeft iets fijnere glittertjes. Dat is iets natuurlijker. En deze heeft wel een beetje grove, gouden glittertjes. Maar heel eerlijk, de kleur en de shine komt best wel overeen. Dus ik dacht, het is leuk om die nog even op mijn gezicht te smeren. Ik zou je wel aan willen raden om dat met een goede fluffy kwast te doen. Want hij is best wel, de glittertjes zijn best wel groot, wil ik niet zeggen. Maar best wel aanwezig. Dus dan wil je om een natuurlijk effect te krijgen, wil je een beetje een fluffy... kwast daar niet een te, niet een te dichte kwast, want dan krijg je hem niet zo mooi. Kijk, super mooi peachy, maar ook echt een hele mooie gouden glans. En dit is een euro van de Action. En hij lijkt echt op die Milani, dat is echt, ja... Best wel knap eigenlijk. Dit was de kleur 161 Pink Blossom trouwens. Ze hadden nog een kleur. Die had ik niet gekocht. En ik zou dus wel, als hij een fluffy kwast aanraden. Omdat die dan wat mooier zit. Echt een supergoed van euro. Is het echt een goed product. Dan deze Soft Glam Filter Fluid van de Catrice. Uit mijn eerste video volgens mij zelfs. Dit is een, ook zo'n glow basis die je op kan doen.
Ik heb hem nog een aantal keer geprobeerd. Ik heb hem ook als highlighter geprobeerd. Maar ik krijg hier gewoon niks uit. Ik krijg hier gewoon geen mooi resultaat uit. Het doet helemaal niks voor mij. Het is echt bizar. Hij was ook te donker. Nu ben ik mijn zomerkleur. Is hier nog steeds niet echt heel erg mooi. Ik krijg gewoon niks uit dit product. Waar die Glow Lotion nog een mooie highlighter is. Dat ik snap van, oh ja, daar kun je echt iets leuks mee. Dit is ook geen mooie highlighter. Dit doet voor mij echt helemaal niks. Niks. Dus die heb ik bij mijn weggeefspullen zitten. En niemand wil hem hebben ook. Dus ik ga binnenkort een goed doel zoeken die dat wil hebben. Het is echt, ja, ik kan daar gewoon helemaal niks mee met dat product. Echt bizar. Dan de Eborian BB Eye Cream. Die ik had getest in mijn video waar ik enthousiast over was. En dan ben ik eigenlijk nog steeds. Ik gebruik die echt heel vaak om mijn onderogen op te lichten. Dit is echt een fijn product. Het is best wel redelijk verzorgend ook, heb ik het idee. Want onder je ogen wordt het snel droog met lijntjes en zo. En dat doet dit niet. En het is echt verlichtend. Maar dit is echt nog steeds echt een aanrader. Het is niet goedkoop. Dus ik had hem ook gekocht toen het 20% korting of zo was. Maar het is echt een aanrader. Nog steeds vind ik dit zo fijn. Hij geeft zo'n mooi effect onder je ogen. En ook, je weet, ik stel met die beginnende lijntjes te struggelen. Tuurlijk moet je hem niet helemaal zo hier eronder in gaan smeren. Maar als je hem gewoon goed aanbrengt, dan doet hij echt wat voor je. Dus dit is echt een goed product ook. Ik heb ook die Red Corrector voor je hele gezicht, zal ik maar zeggen. Die vind ik ook echt heel fijn. Dus ik ben stiekem nog wel heel erg benieuwd naar Eborian. Wat ze allemaal nog meer hebben voor een spul. Want ik vind het echt een kwaliteit spul. Dan nog iets van de Vibra video. Dat is die cream bronzer. Ik heb die nog een aantal keer geprobeerd. En het is een fijne bronzer. Heel mooi ook. Maar hij blijft niet super lang zitten. Moet ik heel eerlijk zeggen. Hij vervaagt vrij snel. Hij is ook vrij licht. Misschien dat het daaraan ligt. En hij is vrij waxy. Dus als je hem opdoet, dan blijft hij zeker niet de hele dag zitten. Ik poeder hem dan ook af. Soms doe ik er nog een poederbronzer overheen. Maar dat is ook echt wel nodig. Want hij is waxy, dus je wil hem ook met poeder zetten. En ja, omdat hij zo licht is, blijft hij niet heel de dag zitten. Dus dat moet je weten. Het is geen slecht product. Zeker als je naar een barbecue gaat of een feestje van een paar uur, is dat prima. Maar het is niet dat je als je de hele dag naar kantoor gaat, dat hij dan mooi zit bijvoorbeeld. Dus ja, voor het geld, wat verwacht je, moet je weten. En hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor die blush wand van de Vibra ook. Daar ben ik ook nog steeds enthousiast over, dat is heel mooi. Maar hij werkt alleen als je hem op een bepaalde manier draagt. Zoals ik jullie heb verteld in mijn everyday make-up video, doe ik vaak een poeder foundation op en dan vind ik het prima. Als je dat doet, dan blijft hij niet heel lang zitten. Dan blijft hij een halve dag zitten, denk ik, max. Maar als je foundation op doet en je doet hem er dan overheen, als er een basis onder zit, zou ik maar zeggen, dan blijft hij wel lang zitten. Dan blijft hij, ja, 6 tot 8 uur zitten, denk ik ongeveer. Misschien iets korter. Maar als je hem dus gewoon direct op je wang doet en je poedert alleen maar af, dan zit hij niet zo heel lang, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar hij is wel mooi. Dus ik vind dit nog steeds een topproduct. Alleen, ja, als je heel de dag naar kantoor wil, wederom, dan moet je er eigenlijk iets onder doen. En daar, ja, dan, nee, yeah. Er zijn liquid blushes zoals die van Elf, die blijven ook gewoon zonder dat er iets onder zit, heel de dag zitten. Die glimmen niet, deze glimt wel. Ik weet niet of dat nog een verschil is. Maar ja, hij is mooi, maar denk er dus aan, als je hem de hele dag wil laten zitten, moet je misschien wel meenemen en bijwerken. Of je moet er echt foundation onder doen en dan blijft hij wel goed zitten. Dus wel een beetje, ja, hoe noem het, goed om te weten als gebruiksaanwijzing. Om dan meteen maar even de Vibra vibe af te maken. Het Techniek oogschaduwpaletje vond ik super fijn. Vind ik nog steeds super fijn. Maar ga ik toch weggeven. Mijn zusje wil hem heel graag hebben namelijk. En ja, ik heb zoveel oogschaduws. Ik gebruik hem gewoon niet vaak genoeg. Omdat hij ook daarvoor, en het is kruidvatpaletje, niet uniek genoeg is. Ik heb deze kleuren ook in andere formules. En toen zei ze, oh, ik wil die gaan kopen. Toen zei ik, nou, neem die van mij maar dan. Dus dit paletje vind ik nog steeds echt een topper. Voor 5 euro echt een aanrader. Echt een betere kwaliteit dan de kruidvat ook. Dit is echt een goed palet. Voor dat geld, echt onder de indruk. Maar ik ga hem toch weggeven. En dat is dus puur omdat ik weet dat ik er dan iemand anders blij mee kan maken. Maar niet omdat hij slecht is. Dus echt, ja, voor 5 euro ben ik echt onder de indruk van de kwaliteit. De matte kleuren zijn boterig. Blenden heel goed, blenden niet weg, maar blenden gewoon goed. En de shimmers zijn super mooi. Super intens. Je kan ze natuurlijk dragen. Die kleur is echt heel natuurlijk en mooi. Maar je kan ze ook heel intens dragen door zo'n knal goud op te doen. Of ze gewoon op te bouwen. Dus echt een goed paletje. Echt, ja. Voor het geld ben ik hier echt van onder indruk. Dan het enige lipproduct wat ik in mijn mandje heb. Dat is de L'Oreal Matte Resistance Lipstick in de kleur Worth It Medium.
Dit vind ik een super mooi lipstick. De kleur is echt fantastisch. Als ik hem op mijn lippen heb, dan is het echt zo'n... Wacht, we doen het gewoon op mijn lippen. Het is echt een mooie kleur namelijk. Het is echt zo'n Your Lips Will Better kleur. Zo rood. Hij is wel vrij rood, dat wel. Rood retro, maar je kan hem ook echt heel grungy dragen als je dat wil. Heb ik laatst ook gedaan met een beetje ja, zwartere, donkerdere oogschaduw. En dan is dit gewoon echt een mooi lipstick om erbij te dragen. Hij is ook mooi mat, hij droogt mooi op. Daar is allemaal het probleem niet. Maar hij vervaagt echt best wel lelijk, heel eerlijk. Ik draag hem wel. Wat ik al zei, omdat ik de kleur echt heel mooi vind en omdat de formule echt heel goed is. Maar hij, als je hem draagt en je gaat leven, dus je gaat eten, drinken, praten, dan gaat hij heel snel zo aan de binnenkant van je mond eraf. Er zijn liquid lipsticks die dat niet doen. Maar het is een drogisterij liquid lipstick. Hij is niet de goedkoopste, dus heel eerlijk had ik daar iets beter van verwacht. Maar goed, dan gaat hij er aan de binnenkant af. Kan allemaal, is niet erg, maar hij gaat zo heel lelijk vlekken dan ook. Hij gaat zo heel patchy worden. Hij grijpt echt zo, als je dan een droog vlekje hebt, dan blijft het wel op dat droge vlekje zitten en niet op het gebied eromheen. Waardoor die ja, er gewoon niet mooi uitziet. Er ziet er gewoon niet verzorgd uit. Als het gewoon langzaam vervaagt allemaal, is dat prima. Maar dit is echt zo, dan hou je zo'n donkere rand over en in het midden zit niks met vlekjes. En dat is eigenlijk best wel lelijk. Jammer genoeg, want ja, de kleur is echt top. De kleur is top, ik draag hem graag, maar je moet hem echt bijwerken als je ergens bent, want dat ziet er gewoon niet uit. En dat vind ik jammer. Ik doe een liquid lipstick op omdat ik niet wil bijwerken. En die moet je bijwerken. Dus ja, in die zin zou ik hem aanraden qua kleur, 100% qua formule. Nee, ja, dat echt, vind ik echt tegenvallen van L'Oréal. Maar goed, het is een hele mooie kleur. Dan de Revolution Blush & Highlighter Stick die ik van de normaal had. Werkt hartstikke goed, doet precies wat hij moet doen. Een mooie cream blush, een mooie cream highlighter. Dat is het niet, maar ik doe hem toch weg, want hij is echt te roze voor mij. Daarom draag ik hem gewoon nooit, want ja, dit is echt niet mijn kleur roze. Als je dit uit gaat blenden ook, het wordt gewoon Barbie roze. Kijk. Oh. Ja, dit is gewoon... Het is een goede formule. Het doet wat hij moet doen. Maar het is niet de kleur. Het is echt... Ja, het knalt gewoon te hard. En dat flatteert ook niet. Zeker niet als je een beetje een natuurlijke look wil. In de zomer voor iets leuks kan het wel. Maar ook dan weer. Ja, dan draag ik hem nooit. Dus het is geen slecht product. Maar ik doe hem wel weg om die reden. Uit dezelfde video volgens mij. Of uit een andere normaal video. Nee? Nee, niet uit dezelfde video. Goed geheugen. Ik had in die video een ander W7 palet. Nu weet ik het weer. Ik had het groenige Moonglade palet. En dit is het Socialite palet van W7. Die ik dus in principe niet heel slecht vond. De matte kleuren waren echt heel goed. De grove glitterige kleuren die deden echt helemaal niks. Daar kun je echt helemaal niks mee. Maar deze creamy kleuren waren super mooi. Die creamy glimmende kleuren echt top, fantastisch. Niks mis mee. Ik heb dit paletje ook nog 2 keer gebruikt denk ik. Echt een goed paletje hoor, niks mis mee. Alleen ook dit paletje voegt gewoon weinig toe aan mijn collectie. Er zitten niet heel veel kleuren in die ik niet al heb of niet al in een betere formule heb. Dus ja, daarom heb ik besloten om hem toch weg te doen. En er iemand anders proberen blij mee te maken. Er zit een kwastje bij, er zitten verschillende formules in, verschillende... Ja, de kleuren lijken best wel op elkaar. Maar ja, dus ik denk dat iemand anders er nog wel veel plezier van zou kunnen hebben, maar... Voor mijn collectie voegt hij niks toe. Dus hij gaat toch weg, ondanks dat het geen slecht product is op die glittertjes na. Dan de Catrice Sun Lover Glowing Bronzer. Die vind ik echt nog steeds een topper. Ik draag deze best wel vaak. Zeker nu het zo zomer is en dan zo'n mooi glimmende, zo'n natuurlijke gloed op je gezicht. Dit is echt een goed product. Echt een goed product. Hij bronst mooi. Hij glanst op een mooie natuurlijke manier. Ik weet niet of je deze... Als je deze tegenkomt, ik zou deze echt aanraden. Het is echt een goede bronzer. Ik ben echt verliefd op. Dan de Essence Life in Coral Blush Lighter. Die heb ik alleen op mijn YouTube Shorts getest en in mijn vakantievideo nog een keertje opgedaan. Het is een knalroze blush stick met highlighter erin. Maar hij is echt heel fijn. Hij draagt echt heel mooi. Je kan hem heel mooi uitblenden. Hij is ook knalroze, maar niet zo ondraagbaar als die van Makeup Revolution.
Kijk, je ziet het ook. Hij is veel doorzichtiger in die zin. En je kan hem echt heel erg mooi uitblenden. En dan wordt het gewoon een mooie rozige, natuurlijke, glimmende blush. Echt heel mooi. Blijft hij lang zitten? Ook niet zo. Ook maar ja, een dagdeel zou ik bijna willen zeggen. Dus 4 uur max. Maar dat komt ook omdat hij dus ook zo creamy is. Dus je moet hem ook afpoederen. En als je dan een keertje zo doet of zo, dan gaat het altijd een beetje af. Dus hij blijft niet super lang zitten. Maar hij is wel echt heel mooi. Dus ja, dan moet je weten. Als je naar kantoor gaat en je wil echt een blush die de dag blijft zitten, dan is deze het niet. Maar het is wel een mooie, mooie blush in die zin. En ja, zo mooi dat hij wel de moeite waard is om hem toch aan te brengen. Ook al blijft hij niet de hele dag zitten. Want die van de Action die ik dus liet zien, daarvan dacht ik ook dat ze niet de hele dag bleef zitten. Maar die waren ook gewoon niet zo, die zaten niet zo mooi op je huid. Dus daarom raad ik die niet aan. En deze eigenlijk wel. Ook al blijft hij ook niet de hele dag zitten. Omdat hij wel echt heel mooi is. Dus hij is echt wel de moeite om toch aan te brengen. Witte dan. Nog 2 dingen in mijn mandje. Dan heb ik ook nog de Natural Bronzer van Rimmel. En heel eerlijk, daar ben ik echt wel verliefd op geworden de afgelopen tijd ook. Dus echt een goede natuurlijke bronzer voor naar kantoor en dagelijkse dingen. Hij is echt heel natuurlijk, heel opbouwbaar en hij werkt echt heel vriendelijk. Hij vlekt niet, je kan hem echt mooi, mooi blenden. Dit ziet er echt goed uit. Dit is echt, echt een goed product ook. En ik snap nu ook waarom iedereen daar zo enthousiast over was. Op die muffe geur na de sfeer. Maar dit is echt een goed product. Het is echt, ik had niet gedacht dat ik deze zo vaak zou gaan gebruiken nog na de video. Ook als oogschaduw gebruik ik hem wel eens. Het is gewoon een topper. En het laatste product. Ik zag hem laatst dus weer bij alle influencers die helemaal enthousiast waren. Toen dacht ik, volgens mij willen jullie gewoon een samenwerking. Want ik snap het enthousiasme niet. En dat is die Sunkissed Blush van Maybelline. Ja, ik heb hem nog een keer op mijn wang geprobeerd. Heb ik hem eraf gehaald, want ik vond het echt niks. En ik heb hem ook als oogschaduw geprobeerd. Ging het wel, maar was het wel veel moeite om hem mooi te houden als oogschaduw. Dus ik doe hier echt helemaal niks mee. Ik vind hier ook echt helemaal niks aan. Dit is echt een product. Ja, maar ik al zei, dan zie ik mensen op TikTok zo enthousiast en denk ik, ja, hoe dan? Want het is eigenlijk gewoon, ja, je ziet hem, nu is hij een beetje pietje van kleur, maar als je hem gaat blenden, hou je eigenlijk geen kleur over, zie je eigenlijk alleen nog maar goud. Zo. Kijk, je hebt dan gewoon een gouden vlek op je wangen. Heel weinig kleur. Ja, die kleur die vervaagt compleet. En het is gewoon ja, alsof je een gouden, dikke gouden highlighter op hebt. Vind ik niet mooi. Waar draag je dat nou na? Het is gewoon te. Als je getint bent, denk ik dat dat wel heel mooi is. Want dan staat er gewoon veel beter zo'n gouden highlighter. Maar ook dan weer, dan ga je toch geen kleur ervan zien. Die kleur die gaat dan helemaal weg. Dus dan is het geen blush. Dan is het een gouden highlighter voor een getint huid. Wat mooi is, maar niet een blush. Dus ik snap niet. Ja, ik snap het enthousiasme en die TikToks oprecht gewoon niet waarom iedereen hier zo enthousiast over is. Ik heb hem dus op mijn ogen geprobeerd. Hier zo mooi aanbrengen. Op zich is dat wel oké. Alleen zelfs met oogschaduwbasis moet je dan oppassen als die droogt dat je echt zo je ogen zo houdt. Dat hij niet in dat lijntje gaat. Want anders dan gaat hij ook weg. Dus dat was ook geen succes. Ik heb het geprobeerd jongens. Maar hij gaat gewoon weg. Want ja, ik snap de hype totaal niet. Helemaal niet. Gewoon niet. Oké. Dit was mijn mandje alweer. Ik hoop dat je het leuk vond om weer eens na een tijdje te horen wat ik nou van de producten vind na een tijdje gebruiken. Ik vind dat altijd wel, ik vind dat wel eerlijk, zeker om op iets terug te komen waarvan ik eerst heb gezegd goed was en het blijkt toch niet zo goed te zijn. Of andersom ook, hè. Als ik zeg dat het slecht is, maar het blijkt toch goed te zijn. Dat vind ik namelijk nuttige informatie. Daarom kijk ik ook graag die clutter video's van andere YouTubers. Omdat dat je dan ziet welke oogschaduw of ja, welke make-up ze weggooien. Want dan weet je dus, oké, na een tijdje gebruiken, welke zijn eigenlijk helemaal niet zo fijn. En welke blijven fijn na een tijdje gebruiken. En met dat idee heb ik dus ook deze video een beetje opgenomen. Hè, wat is nou de moeite waard om toch te houden of toch te gebruiken en wat eigenlijk helemaal niet. Ik hoop dat jullie dat leuk vonden. Als dat zo is, like dan alsjeblieft. Ik zou het ook heel leuk vinden als je wil abonneren op mijn kanaal. Want ik ga richting de 200 abonnees. Dat vind ik echt heel leuk. En ik zou het ook leuk vinden als je iets op deze video laat weten. Iets wat je graag wil zien. Of je nog iets over deze producten wil weten. En ik vind het altijd heel leuk om van jullie te horen. Jullie zijn altijd heel aardig. En dat ja, vind ik echt heel leuk. De volgende video gaat weer een nieuwe make-up proberen zijn. Dus ik hoop dat je dan ook weer kijkt. En anders hoop ik dat je geënterteind bent door deze video. En wens ik je een hele fijne dag. Tot de volgende keer. Doei!